Van een zwaan op het spoor, tot een python in de wc. tot een neusbeer die een medewerker bijt. Pijnlijk. Zeer pijnlijk. Hier heeft hij dwars doorheen gebeten. Of een hond met een gebroken poot. De dierenambulance heeft de afgelopen 40 jaar van alles voorbij zien komen: aangereden hond door een scooter. Als je je hond gaat uitlaten verwacht je niet dat je uiteindelijk de beslissing moet maken om te laten inslapen omdat de verwondingen te ernstig zijn. Dat was gewoon heel naar. Ik heb dus een keer een, een slang moeten pakken in het Westerpark. We gaan daar kijken en ik loop op die bosjes in en ik zie inderdaad daar een slang zitten. Die zit echt zo hoog, omhoog als een soort python. Dus ik schrok wel. Ja, wij zijn ontstaan ooit vanuit de centrale doktersdienst. Dat was begin jaren 70 een dienst waar mensen die buiten kantoortijden een dokter nodig hadden naar konden bellen. Maar daar belden mensen ook naartoe als ze een dier hadden wat naar de dierenarts moest. Op een bepaald moment toen die centrale doktersdienst professioneler werd, toen hebben ze dat stuk afgestoten. En dat is overgenomen toen door onze oprichter Henk Peters. En die heeft daarmee de dierenambulance gestart. Dagelijks rijden de vrijwilligers tientallen keren de stad in voor vele verschillende soorten meldingen. Soms is een alarmmelding net iets anders dan het lijkt. Ik heb wel een keer een rit gehad met een pluche hondje. <laughs> Mensen dachten dat ze een echte dier in een fietsmandje hadden zitten. En dat was zo'n zo klein hondje, wat redelijk echt leek, maar toch echt niet echt was. <laughs> De dierenambulance is vooral afhankelijk van giften en erfenissen en ze hopen dat het nieuwe college meer subsidie over heeft voor de dierenambulance om de boel draaiende te houden.